Vandaag in op pad met Voor de Eitjes neem ik je mee naar Lochem. Dit gezellige stadje in de Achterhoek heeft een ontzettend mooie binnenstad en een schitterende omgeving. Ik ben benieuwd. Lochem ligt in het noordoosten van de provincie Gelderland, op ongeveer een half uurtje rijden van Deventer en Zutphen. Het heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot diep in de middeleeuwen en dat is te zien in het prachtige straatbeeld. Ook in de omgeving van Lochem is er ontzettend veel te doen, zoals bijvoorbeeld in het prachtige bos ten zuiden van Lochem. En je kunt hier bijna verdwalen over de vele wandel- en fietspaden, maar ergens in het bos staat de uitkijktoren de Belvedere en ik ga naar op zoek. Ik ben hier in Zwiep bij de Witte Wieven. Dit restaurant heeft een waar speelparadijs voor kinderen. Terwijl de ouders lekker op het terrasje zitten, hebben de kinderen een tijd van hun leven. Dus, wil je even lekker tussenuit, dan is het pittoreske Lochem met haar mooie omgeving absoluut de moeite waard.